Dan hebben we nog een klein probleem, jongens. Atemos is boos. Nee. Ja, Atemos. Die heeft ook een sneer uitgedeeld op Brabant, Omroep Brabant. Maar er ging meer om Johan, toch? Nee, ons allemaal. En ook om mij. Dag om Johan. Nee. Nee, maar ik vind Aad een echte voetbaljongen. Ja. Maar een slechte cameraman. Nou ja, dat ging het ook. Wij hoorden dus dat Aad boos was. Dat heb ik hem gisteren op de radio even gebeld. Aad, Wilfred hier. Ja, jongen. Ja, ik hoor net iets op Omroep Brabant, maar ik kan het niet helemaal thuisbrengen. Mag ik het even laten horen aan je? Dat mag je laten horen. Komt-ie. Nee, maar dat is, die mensen hebben natuurlijk ook een masker. Die dragen een masker. Bijvoorbeeld Wilfred Giné, die belt mij dan regelmatig op. En die vraagt dan, Aad, wil je reclame maken voor mij via jouw social media? Ja. Ik kijk er wel doorheen, maar jullie weten dat niet. Maar daarom vertel ik het je niet. Er zit in die hoofd van die mensen een bepaalde chip. Maar ze vragen zelf overal het maximum aan geld voor, weet je. Oké, wat is dit? Wat bedoel je precies mee? Want wij denken dat er twee aan elkaar geknipte fragmenten zijn. Is dat zo of is dat niet zo? Nee, dat klopt. Het zit aan elkaar vast. Maar waar gaat dit over? Ja, ik begrijp helemaal niks van, heel gezegd. Wat bedoel je daar nou precies mee? Nou, ik begrijp het wel. Ik bedoel, als jullie me belachelijk willen maken, dan moet je elke keer Atemos noemen en dit en dat. En over social media. En dan een beetje lachen eromheen. Ik word er een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen. De laatste keren. En dan wordt er ook zo geheimelijk gelachen. En vooral Kieft is er ook een meester in, natuurlijk. Ja, vooral Kieft. Die wil zo mee. Ja, toch? Ja. Ja? Heel flauw vind ik dat. Ja, we hebben het ook een paar keer gezegd, of dat ze daarmee moeten stoppen. Maar ze luisteren bij die... Derk is een verschrikkelijke vent. Nee, maar Aad, ik bedoel, iedereen is positief over jou in dat programma. Iedereen vindt jou wereldgroot. Alleen, we moeten wel lachen om die filmpjes. Ja, want dat zijn soms nogal ludieke, gekke filmpjes zijn het. En dan mogen we om lachen, toch? Nou ja, ik Het is niet te volgen, hè? Ik probeer hem duidelijk te maken dat het best gek is dat je maar een half hoofd ziet en zo, zei ik ook nog tegen hem. Of dat je weer bij de kaasboer staat. Of je staat bij een pilaar waar het heel hard waait, zodat we je niet verstaan. Dat is toch best gek? Of is dat niet gek? Ja, maar hij is toch continu in beeld? Dat is toch geweldig, man? Ja. Hè? Of je gaat liggen in een stoel. Daar gingen die jongens ook nog heel serieus op in. Nou, als je last van je rug hebt, moet je in zo'n stoel gaan liggen. Hè? Moet je op de grond gaan liggen. Kijk hier. Ja. Ja, als je dan zo blijft... Hij beweert echt serieus. Nee, hier hoor je geen grapjes over te maken. Nee, hij zegt dus dat het echt helpt, dit. Ja. Maar als jij toch op een verjaardag er zo bij gaat... dan zou er toch wel één zeggen tegen je... heb je wat verkeerds gegeten, jongen? Nee, maar wij zijn groot fan van Aad. Dat moeten we nog even duidelijk maken. Ja, dat is totaal niet kwaadaardig bedoeld. Nee. En het is, ja, ik herhaal het maar weer eens. Het is satire. Juist, alles wat wij doen is satire. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight met de nieuwe app Werelds.